Nvidia heeft na anderhalf jaar een nieuw topmodel, de 3090 Ti. Is die kaart de moeite waard? We hebben er even op moeten wachten, maar na anderhalf jaar is er eindelijk een nieuw topmodel videokaart van Nvidia. Alhoewel nieuw, het is nog steeds een kaart gebaseerd op de Ampere-architectuur uit 2020. Thomas, de 3090 Ti, dus die komt boven de 3090. Gok ik dan zomaar. Dat heb je helemaal goed. En uh, nou ja, hij staat hier voor ons. Een enorm bakbeest. Heel dik, groot, lang. Een, een beest van een kaart. En, uh, ja, en dat zie je ook wel als je naar de specs kijkt. Het is dus gewoon een. Eigenlijk een RTX 3090, maar bij de 3090 waren er nog een aantal cores uitgeschakeld. Van ja, het duidelijk, het is diezelfde GA 102-chip waar ook die kaart van september 2020 op gebaseerd was. Correct. En uh, die is nu dit keer helemaal ingeschakeld. Dus alle cores zijn actief. Blijkbaar hebben we dus genoeg volledig functionele chips verzameld dat dat inmiddels kan. Die zijn bovendien ook nog eens hoger geklokt. Zowel Bezos Boost en het geheugen wat erop zit, het GDDR6X-geheugen, is ook hoger geklokt. Kortom. Maximale koers, hoge kloks en dat moet hem sneller maken. Ja, dat zou, dat zou het idee zijn uiteraard. Um, prijs, want prijs is bij videokaarten sowieso een, uh, iets waar we al veel over hebben geschreven en over blijven publiceren. Ja. Hoe zit het met deze kaart? Hij heeft een adviesprijs van 22,49. En dat geldt vooral duidelijk voor de Founders Edition. En customkaarten zullen dus nog wat duurder worden. Om um, heel eerlijk te zijn, dat lijkt me realistisch, want een 30,90 gaat nu zo voor zo'n 1900 euro in de prijswatch... Dus nou, een paar honderd euro meer, dat, dat, dat lijkt redelijk in lijn. Moet ik wel zeggen, die 3090 had ooit een adviesprijs van 1549. Dat is inmiddels alweer verhoogd met 100 euro naar 1649. Ja, dus je ziet wel, uh, die inflatie die zit daar wel in. En, en deze nieuwe adviesprijs die geeft ook wel een beetje aan dat Nvidia dat wel een beetje als een nieuwe normaal ziet. Het blijven sowieso echt astronomische bedragen. Je wil niet over nadenken wat het is en hoeveel, hoeveel PlayStation 5's je hier bijvoorbeeld voor kan kopen. Maar goed, ultieme rekenkracht, dat, dat mag wat kosten. Um, we zien hier op plaatje twee referentiekaarten. Normaal gesproken testen wij ook bij voorkeur de referentiekaart. Alleen die konden wij nu niet krijgen van Nvidia. We hebben hier nu een kaart van MSI staan. Ja, dit is de MSI RTX 3090 Supreme X. Ik moet zeggen, op de dag dat we dit opnemen, dat is op de dag dat we live gaan. En uh, we hebben deze kaart gisteren aan het einde van de middag binnengekregen. Dus om deze kaart nog getest te krijgen, was echt uh, een, een bizar werk. Het is nachtwerk geworden. Precies. Uh, het is, uh, als je dit ziet, gelukt. Uh, nou, dus is uh, wat ik zei, een enorme kaart. Triple fan cooler, uh, slot, uh, nou, drie, drie een half volgens mij zelfs uh, nog, nog wat meer. Een enorm koelblok, cool wat ook helemaal tot achteren doorloopt. Uh, en, en wat ook nog wel de moeite van vertellen waard is, is deze kaart. Die uh, 3090T heeft een TDP van 450 watt. Dat is al 100 watt meer dan de 3090. En deze MZ-kaart gaat zelfs tot 480 watt. Dat hebben we voor onze test hebben we dat teruggezet naar de standaardsnelheid. En dus ook naar die 450 watt. om um, echt een 3090 referentiekaart te kunnen testen. Maar deze kaart is van zichzelf dus nog wat sneller. En die 450 watt. Uh, TDP die gaat daar naartoe via een nieuwe connector en die gaat via deze adaptertjes, dat is de uh, 16 pins connector zoals die heet, die wordt onderdeel van de Pace Express 5.0 standaard voor de volgende generatie videokaarten. Dan moet hij zelfs 600 watt naar een videokaart kunnen voeren. Dus nou, dat geeft wel aan waar het naartoe gaat. In dit geval levert hij dus 450 watt aan de 3090. Tonen. En dat is met een verloopkabel naar standaard 8-pin PEG-connectoren die allemaal geschikt zijn voor 150. En uh, 3 keer 150 is natuurlijk ook 450, dus op die manier komt het uit. Yes. Je, je stipt er net al aan: we hebben deze dus getest op de snelheden van de referentiekaart. Hij is standaard nog wat hoger geklokt. Op deze videokaart, echt als, als los product, gaan we op een later moment terugkijken. We kijken nu puur naar de basis 3090 Ti. In ieder geval heel fijn dat we deze kaart hier hebben staan. Ja, hartelijke dank aan MSI daarvoor. Echt, echt super fijn. Ja, en hoe doet zo'n 3090 TI tante dan ten opzichte van, van de concurrentie? Dat is de handvraag. Ja, laten we wat eerst de benchmarks bekijken, inderdaad. Die hebben we, hebben we uh, nou, inmiddels uh, binnen op het moment dat, uh, dat we hier zitten. 3D-Mark en Unigine zijn twee synthetische benchmarks die een beetje een, een, ja, een algemeen beeld van de prestaties van, uh, van een videokaart geven. Nou, wat zien we in 3D-Mark? Daar zie je dat de 6900 XT, het topmodel van AMD, en de 3090, die waren eigenlijk heel erg aan elkaar gewaagd. Nou en daar gaat die 3090 nu wel weer. Uh, die TI gaat daar wel uh, ruim voorbij. Procent of tien sneller is hij. Uh, Unigin aan de andere kant, daar was Nvidia al de snelste. Die, die draait ook net wat lekkerder op Nvidia-kaarten doorgaans. En ook daar zien we een plus van een procent of tien ten opzichte van de 30 9. En is dat ongeveer wat we, wat we ook hadden verwacht als je kijkt naar de specs? Dus naar die extra cores die erbij zitten en die extra geheugen, bandbreedte, geheugensnelheid? Ik denk dat dat inderdaad wel ongeveer is wat we hadden verwacht. Uh, wat je wel ziet is, het gaat hier om heel veel ruwe rekenkracht. En niet elke game kan daar op dezelfde manier goed gebruik van maken. Als je gewoon in een, in een game zit die niet heel zwaar is. Uh, denk aan een, uh, aan een, aan een strategiegame of zo. Ja, dan, dan kan die, die videokaart misschien niet eens van 100% gebruiken. En dan zul je ook op een gegeven moment ook zien... dat andere onderdelen in je systeem de bottleneck worden... in plaats van de videokaart. Ja, we hebben dit ook op een heel snel en nog overgeklokt systeem getest... ook om echt te zorgen dat de videokaart uh, de bottleneck is. Ja. Laten we ook even kijken naar wat, wat game benchmarks. In de uitgebreidere review op de site staan er sowieso nog veel meer. Maar laten we er even twee uitpikken. Uh, we hebben Metro Exodus NF 1 2021. allebei in 4K met ultra settings. Het allerhoogste, alle toeters en bellen aan... Ja, dan kom je dus met een 3090 Ti op 85 FPS in Metro Exodus. Nou, dat is natuurlijk echt een monsterscore als je bedenkt wat voor kwaliteitsinstellingen en resolutie dat is. Uh, Zo'n 3090 haalde 7 FPS minder. Nou, dat is dus net iets minder dan 10% winst. Is dat, is dat uh, nou echt wat we ervan verwacht hadden? Hier zie je wel dat in de praktijk is, het toch net wat minder dan in die synthetische benchmarks. En uh, F1 van ik een ander leuk voorbeeld is een wat lichtere game, dus daar zit je sowieso al op 120 fps of hoger. Voor een race game, ja, ik bedoel, het is meer fps is altijd leuk, maar of het heel nuttig is, kun je, je afvragen. Ja, nou, ik kan meerdere schermen aansluiten, natuurlijk. Ja, daar was AMD tot nu toe nog de snelste met die 6900 XT. En die 3090 Ti, die is dus wel genoeg sneller, zo'n 10 fps dan de 3090, om daar nu de snelste te zijn. Dus had Nvidia deze kaart nodig Nou, om echt te claimen dat ze in alle games de snelste kaart hebben. Eigenlijk wel. Um, en dan nog een laatste dingetje. Raytracing natuurlijk ook belangrijk. En dat is ook iets waarmee je kaarten goed op de knieën kan krijgen. Precies. We hebben nog iets gevonden waar ook deze kaart moeite mee heeft. Cyberpunk is natuurlijk sowieso een hele zware game. 4K Ultra, zware resolutie, zware settings. En dan ook nog eens raytracing op, op high ingesteld. Ja, Daar hou je dus standaard uh, zo'n 24 fps over. Met een 3090 Ti. Die game ondersteunt ook DLSS. Als je dat aanzet... Gaat hij dus die slimme resolutieschaling doen. Komen we op 45 FPS. Dat houdt nog steeds niet over. Kortom, als je cyberpunk met echt alle toeters en bellen wil spelen. Ja, dan zal je dus toch even. Dan heb je zelfs zo'n een videokaart van 2300 euro niet genoeg. Precies, dan zul je toch nog één stapje terug moeten in settings. Of DXR wat lager. Of iets in die trant. Oké, okay. uh, zoals gezegd, veel meer benchmarks nog in de geschreven versie. Maar als we op basis van wat we nu weten, waar we nu naar kijken. Conclusies trekken, wat, ja, wat zeggen we dan? En ook wetende dat AMD mogelijk ook wel hiernaar kijkt en iets met een antwoord in gedachten heeft. Ja, een grafiek van stroomverbruik hebben we nog niet gehad. Moeten we op dit moment nog testen, maar ik heb net al een beetje meegekeken in ons testlab en ik zag zo'n 430, 440, watt. dus iets onder dat TDP in de meeste games. Dat is natuurlijk wel bizar veel als je denkt, je krijgt er in, nou, maximaal 10% prestaties in games vaak nog wat minder voor terug. En om dan 100 watt bovenop het TDP te doen, ja, daar wordt die kaart natuurlijk niet efficiënter van. Neem dan ook nog eens mee die, echt die hoge prijs. Ja, het is, het is een ultieme kaart, maar het voelt toch wat loutjes. Nou, nou, we zitten anderhalf jaar na de 3090. En, en Nvidia zegt tegen ons ook, hè, je moet dit zien als een soort Titan... Alleen het, het, het verschil is natuurlijk... vroeger kwam de Titan vaak eerder dan de normale consumentenkaart. Nu komt hij anderhalf jaar later. En ja, hij is iets sneller nog dan een 3090. Maar je moet er wel flink wat voor inleggen. Ja, dat is ook wat je zegt. Het is gewoon diezelfde GA102-chip. Waarschijnlijk zijn de yields nu zo goed... dat ze inderdaad bij, bij meerdere, dat ze er voldoende kunnen maken om alle, om alle cores in te schakelen. Nou, het geheugen nog even wat omhoog. Maar het voelt een beetje, een beetje meh. En wat, wat, wat zal AMD hier, hiervan vinden? Wat hebben ze hier mogelijk tegenover als antwoord? Ja, er gingen al heel lang geruchten over de 3090. Die, ik durf ook wel te zeggen dat die stiekem wel eerder was uitgekomen als die tekorten in de videokaartenmarkt niet zo waren opgelopen. En tegelijkertijd gaan er ook al langer tijd geruchten over, over een nieuwe kaart van de AMD. Dat zou dan een soort refresh zijn: een, een 6850, en 6950. Heel concreet zijn die nog niet. AMD heeft ze ook nog nooit officieel aangekondigd, dus of ze gaan komen. Ja, AMD zal hier ook naar kijken. En, en ja, tuurlijk, als ze nu weer willen claimen... we hebben de snelste videokaart, dan moeten ze met iets komen. Aan de andere kant, we zien wat Nvidia daar voor moeite moet doen... qua, ja, toch wel extreem hoog stroomverbruik. Wil AMD überhaupt wel hetzelfde gaan doen? Um, ik, ik weet niet of ze het per se nodig hebben. Zeker omdat je ook weer richting de tweede helft van het jaar... komen zowel Nvidia als AMD waarschijnlijk weer... met helemaal nieuwe generaties videokaarten. Ja, en is het dan zo erg dat je... Inderdaad, aan de laatste paar maanden van de oude generatie, om het zo maar te zeggen. Dat je dan niet meer het absolute prestatiekroon in handen hebt. Ja, ik weet niet of AMD dat ze heel erg vindt. Dat is nog even koffie dit, kijken. Voor nu kunnen we het stellen: het is weer de snel. Nvidia heeft weer duidelijk de snelste videokaart. Maar dat komt met een prijs. Als in daadwerkelijk de prijs die je ervoor betaalt. Als in ook het stroomverbruik. En dus de warmte die de kaart produceert. Het is heel vet dat die er is. Maar moet iemand van onze community dit ding gaan kopen? Waarschijnlijk niet. Oké, okay, dankjewel. Tot zover deze video review. Zoals gezegd, de uitgebreide geschreven review lees je op Twickers. Vond je deze video de moeite waard? Geef ons dan een like. En als je op ons YouTube-kanaal bent, abonneer je dan meteen. Want dan weet je zeker dat je geen enkele TechHub-video mist.